Heb je stress? Heb je het super druk? Ben je moe? Weet je niet meer hoe je het allemaal moet bolwerken? Neem dan even deze 15 minuten om met mij de tijd te nemen voor jezelf. Te focussen op je ademhaling en even de rust te vinden om weer al het andere aan te kunnen. Voordat je gaat slapen is een goed moment. Na het eten of op gewoon midden op de dag als je even een tijdje momentje hebt voor jezelf. Begin met zitten. Je kunt altijd wat hoger komen zitten. Vooral als je knieën wat hoger zijn of als je heupen gevoelig zijn of knieën. Laat je handen rusten op je benen. En maak je rug zo lang mogelijk. Sluit even je ogen. En observeer hoe je ademhaling op dit moment is. Observeer waar je het voelt. Wat er beweegt. Wat het ritme is. En vooral ook waar je je ademhaling als eerste voelt en als laatste voelt. Dus de start van je inademing en het einde van je uitademing. Elke uitademing. Kijk je of je iets meer kunt ontspannen, iets kunt loslaten. Alles wat de grond of de kussen raakt. Laat het langzaam wat meer zinken in de grond. Zodat je die stabiliteit voelt. En breng dan langzaam verlenging en verdieping aan in je ademhaling. Laat je inademing iets langer worden. Vanuit je buik, naar je ribben, naar je borst. En dan als je uitademt, helemaal volledig leeg maken. Tot helemaal in dat einde van jouw ademhaling. Misschien vind je het fijn om je hand op je buik of op je ribben te leggen. Volg dat ritme van je ademhaling. En kijk dan of je de uitademing iets kan verlengen. Misschien 1 of 2 tellen langer kunt maken dan je inademing. En op dat ritme gaan we zachte, diepe bewegingen maken om ons aandacht helemaal te houden op die kern. En te luisteren wat het lijf op dit moment kan en nodig heeft. Op je inademing plaats je handen dan langzaam voor je. En op de uitademing rol over je knieën. En kom naar handen en knieën. Je handen plaats je onder je schouders. Je knieën onder je heupen. En je vingers heel stevig in de grond. Adem in, maak je dan helemaal hol, open je borst. En adem uit, duw de grond weg. Trek je navel licht in, maak je helemaal rond. Doe het nog een paar keer. Adem diep in, maak lengte. En adem volledig uit, neem je tijd, maak je helemaal rond. Nog 2 keer diep in. En uit. Laatste keer diep in. En helemaal uit. Adem in, kom dan terug naar het midden. Zet je handen ietsje naar voren. Creëer een lijn van je knieën naar je schouders. En adem uit, kom langzaam helemaal tot op de grond. Trek je knieën op. Adem in, lift je borst voor de mini cobra. En adem uit, duw weg, knieën open. Tenen bij elkaar en verleng naar Child's Pose. Kijk of je heupen naar achter kunt bewegen. Je handen naar voren. Laat je hoofd rusten richting de grond of op de grond. En observeer waar je dit voelt.
Serveer je enkels, je knieën, je benen, je heupen. Observeer je schouders, je borst, je rug en je armen. En voel waar de ruimte zit, waar de stretch zit. Accepteer volledig waar je op dit moment bent. Blijf je focussen op die ademhaling. En die uitademing steeds meer verdiepen, verlengen. Laatste keer diep in. En uit. Adem in, kom dan langzaam naar handen en knieën. Krul je tenen onder. En adem uit, duw weg van je handen, heupen omhoog naar de downward facing dog. Zet je voet op heupbreedte, misschien je knieën nog gebogen. Je handen op schouderbreedte. En kijk wat nodig is. Misschien wil je walking the dog doen, één been buigen, de ander wat strekken. Voel je heupen, voel je rug, je schouders. En duw die handen stevig in de grond. Blijf focussen op die diepe ademhaling. Maak de uitademing steeds iets langer en beheerst. Adem nog één keer in en uit. Adem in, loop dan langzaam naar voren. Hou je knieën gebogen, ik draai voor jullie. En adem uit, plaats je voeten op heupbreedte, buig je knieën, laat je hoofd, alles hangen. Pak de tegenovergestelde elleboog vast en laat je hoofd helemaal ontspannen, je schouders, je ellebogen. En misschien vind je het fijn om even van rechts naar links, van links naar rechts. Observeer waar je de stretch voelt, maak hem niet te zwaar, niet te diep. Voel je lijf. Adem nog één keer in hier. En adem uit, laat je handen richting de grond vallen, buig je knieën ietsje meer. Adem in, rol dan heel langzaam wervel voor wervel omhoog, tot je helemaal staat en je hoofd als laatste komt. En adem dan uit, plaats je voeten bij elkaar. Duw ze super stevig in de grond, activeer je buikspieren licht. Maar hou die diepe ademhaling. Belangrijkste is dat je dat ritme houdt. Ook al heb je misschien niet te veel connectie in je buik. Luister naar je lijf. We gaan een zonnegroet doen, een sun salutation. We beginnen in mountain pose. Adem in, neem je handen omhoog. Maak lengte, rijk uit. En adem uit vanuit je heupen, buig voorover. Buig je knieën als het nodig is. Adem in, lift je borst, maak lengte. En adem uit, kom naar de hoge plank. Met je knieën aan de grond, naar beneden. Wreven plat, adem in, lift je borst, maak lengte. Mini cobra. En adem uit, duw op. Krul je tenen onder en kom naar je downward facing dog. Maak de connectie met de start en de finish van je ademhaling. Maak hem diep. Voel je lijf. Je kunt altijd je knieën gebogen houden. Verleng vanaf je handen naar je zitbotten. Diep in en uit. Nog twee keer. De laatste keer. Buig je knieën iets meer op de uitademing. Kijk naar voren. Adem in, loop of stap naar voren. Verleng je rug. En adem uit, buig voorover. Buig je knieën als het nodig is. Adem in, lift je handen omhoog. Maak lengte, kijk richting je duimen. En adem uit, kom terug naar sterke mountain pose. Gaan we een evenwichtshouding doen. Je voeten super stevig in de grond en ik spiegel jou. Dus ik doe het precies andersom. Breng je gewicht op je linkerbeen. En op een inademing trek je je rechterknie naar je toe. Je lift je borst en focus op één punt voor je wat niet beweegt. Je linkervoet is super stevig in de grond. En je houdt de connectie
in je buik. Misschien lukt het om je voet aan de binnenkant van je been te zetten. En je kunt hem overal zetten als je maar niet tegen je knie. Dus overal is goed als de balans lastig is. Voet aan de grond en je hak tegen je enkel. Handen voor je hart en blijf focussen op dat ene punt. Je diepe ademhaling. Tree pose, de boom. En de boom staat super stevig en geworteld met alles wat de grond raakt. Adem nog één keer in. En op een uitademing plaats je langzaam je voet terug. Kom je terug naar mountain pose. Doe hetzelfde op de andere kant. Adem in, neem je linkerknie naar je toe. En adem uit, voel die connectie hier en duw je rechtervoet stevig in de grond. Adem diep in en uit. Misschien lukt het om je voet aan de binnenkant van je been te zetten. Overal kan, behalve tegen de knie. En duw het voet en het been tegen elkaar aan. Je heupen zijn recht, je handen voor je hart en focus op dat ene punt. Hou de ademhaling diep in en volledig uit. Focus op die lange, diepe uitademing. Laatste keer. En op je uitademing kom je langzaam terug naar mountain pose. Gaan we een andere doen. Op een inademing, de eagle pose, breng je rechterbeen over je linkerbeen. En kijk je of je je voet achter je been kunt haken. Je rechterarm breng je onder je linkerarm. En je handen naar elkaar toe. Als dat te veel is, kun je je schouders vastpakken. Kom ietsje dieper en kijk of je je ellebogen en je knieën voor elkaar kunt bewegen. Lift je ellebogen iets omhoog en van je af en je schouders iets naar beneden. Blijf focussen op die ademhaling. Laatste keer diep in en uit. Adem in, kom omhoog, open je handen, open je been en adem uit. Verplaats je gewicht langzaam naar de andere kant. Adem in, linkerbeen zo hoog mogelijk over de rechter. En adem uit, kijk of je voet kunt haken, hoeft niet. En kom wat buigen door je been. Adem in, je linkerarm onder de rechter. Breng de palmen naar elkaar toe of pak je schouders vast. Focus op dat ene punt. Kom zo diep als je kunt. Lift je ellebogen iets omhoog van je af. En je schouders iets naar beneden. Adem diep in. En uit. Laatste keer. En op een inademing kom je omhoog. Langzaam uit de houding. Adem uit in mountain pose. Gaan we richting de grond. Adem in, neem je handen omhoog, maak lengte, kijk op. En adem uit vanuit je heupen, buig voorover. Buig je knie als het nodig is. Adem in, lift je borst, maak lengte. En adem uit, stap naar de hoge plank. Met je knieën door naar de grond. Adem in, lift je knie, lift je borst voor mini cobra. En adem uit, duw op, open je knieën. Child's pose. Adem diep in, observeer deze houding opnieuw. Ga alle punten langs, van je voeten naar je knieën, naar je heupen, naar je rug, je schouders, je armen en je borst. Luister naar je ademhaling. Diep in en helemaal uit. Adem nog twee keer in. En uit. Laatste keer. En dan adem in, kom terug naar handen en knieën. Adem uit, duw naar de downward facing dog. We gaan naar zit. Laatste inademing. Adem uit, buig je knieën, kijk naar voren. Adem in, stap je voeten gekruist. Adem uit, kom zitten op de grond. Nou, kijk of je voeten bij elkaar kunt plaatsen en zo dicht mogelijk bij je voeten kunt zitten. En adem volledig in, maak je lang.
En adem uit, breng je kin richting je borst, terwijl je borst blijft liften omhoog. Maak je niet druk hoe hoog je knieën zijn. Observeer waar de beperking zit. Waar voel je stijfheid? Misschien in je heupen of in je rug. Kijk of je er naartoe kunt ademen, vooral die uitademing. Je kunt accepteren hoe het voelt, hoe dat nu is. Diep in. En uit. Laatste keer. En op je inademing neem je handen met je handen je knieën naar je toe. En op een uitademing verleng je benen zoveel als je kunt. Je kunt altijd iets onder je knieën leggen of je knieën gebogen houden. Ga naar de laatste houding, die houden we wat langer vast. Adem in, maak je lang, kijk naar je duimen. En adem uit, reik vanuit je heupen naar voren. Laat je handen landen. Je kunt ook een kussen leggen op je benen, zodat je hoofd kan leunen, zonder dat je te veel in je rug voelt. Voel waar de stretch is en maak je ademhaling steeds dieper en langer. Focus op die uitademing. Keer helemaal naar binnen. Luister waar die ademhaling start, waar die eindigt. Voel hoe je lijf op dit moment voelt. Zonder te analyseren. Zonder mening, zonder oordeel. Maar gewoon zoals het is. En dan op een inademing kom je langzaam omhoog. Trek je je knieën met je mee. En op een uitademing rol je langzaam, heel zachtjes, tot op de grond. Adem in, trek je knieën naar je toe. En adem uit, open ze iets opzij. Breng je voeten parallel aan het plafond. En kijk of je enkels kunt pakken of de buitenranden van je voeten. Om je knieën ietsje naar beneden te brengen. Verleng je rug. Je hoofd op de grond en je staartbeen richting de grond. Happy baby pose. Misschien vind je het fijn om een beetje van kant naar kant te wiegen. Observeer waar je het voelt. Laatste keer diep in. En op een uitademing breng je benen langzaam terug naar de grond en strek ze uit. Als je onderrug gevoelig is, leg je iets onder je knieën. Anders je voeten wat wijder dan je heupen. Laat ze vallen opzij. Leg je handen iets van je af, palmen omhoog. Pak je ruimte. En adem dan nog één keer diep in. Open dan je mond en laat helemaal los. Laat je ademhaling los. Laat alle spanning los. En voel je lijf. Voel je hartslag. Natuurlijke ritme van je ademhaling. Gun jezelf nog een paar diepe ademhalingen hier. Als je de tijd neemt of hebt, kun je nog wat langer blijven liggen. Als je eruit komt, breng je langzaam je knieën naar je toe. Rol je richting je rechterzij. En duw je je met je handen omhoog terug naar zit. Kruis je benen. Breng je handen nog even voor je hart. Luister hoe je lijf nu voelt ten opzichte van het begin. En gun jezelf deze momenten minimaal één keer per dag, misschien af en toe tussendoor. Even die focus op je ademhaling.
Die hartslag naar beneden. En het ritme verzachten. Dank jezelf voor je tijd. Namaste.